Zo, daar zijn we weer. Ah. Ja. Ja. Goedemorgen mensen. En top dat jullie weer kijken naar een nieuwe werkplaatsvlog. Kijk wat ik hier heb. Erik. Wat heb je? Nog meer. Kijk nieuwe. Hier dan. Kijk jongen. Wat bedrijfskleding jongen. Hier. Blauw en zwart en nog meer blauw. Ja. Je hebt ook dat is dezelfde als die je aan hebt hè. Deze wel hè. Ja, deze komen uit de webshop hè. Dus wil jij nou ook... echte Master Milo bedrijfskleding. Check even onder dan in de beschrijving, of tenminste onder de beschrijving nog. Daar zit een link naar de webshop. Kijk hoe vet ze zijn. Nou, ik denk dat die jij daar aan hebt, die is al een beetje vetter. En aan het eind van de dag nog vetter. Snapte? Ja. Okay. Hey, let's go. Er waren mensen die zeiden iets over de borging, hè? Deze, de ijzerdraadborging waar we het over hadden gehad, inderdaad. Waar de draad eigenlijk te dik van was, dat Dirk zei. En ik heb nog even de theorie erbij gezocht. En nou, dat klopt. Je hebt daar hele mooie fancy speciale tangetjes voor. Dan gebruiken ze meestal 0,8 RVS draad. En het is ook belangrijk dat de borgingen allemaal vasttrekkend zijn, zeg maar. Dus dat je... eigenlijk dat het boutje zo wordt, ja, dat je eigenlijk wordt aangetrokken als het ware, dat hij nooit los kan eigenlijk lopen. Net als die. Ja. Die is goed. Ja, nou ja, dus maar wat gaan we nou doen? Daar gaan we niks meer aan doen, want die zitten gewoon lekker zoals ze nou zitten. Die gaan echt niet loslopen, er zit gewoon een stuk ijzerdraad erheen. Daaronder, daar zit er ook nog ergens eentje. Die kunnen we niet meer bij nou, want de deksel zit er al op en die zit ook al helemaal... netjes geborgd overal. Nou ja, als we die nou weer los gaan maken. We hebben die plaatjes al een keer opnieuw gebruikt. Dan breken die lipjes dadelijk af. Moet je niet willen. Gaan we niet doen. Maar we beloven nu. Er komen nog een paar van die draadborgingen aan. En dan gaan we ze helemaal netjes doen zoals het hoort. Goed? Ja, we gaan ze borgen. Oké, mooi. Dat dus. Laten we nog gauw even de reactie checken. En dan gaan we eraan beginnen. Ik ga even op de home-troon zitten. De home-troon. Ja. Pak de reactietelefoon op de home-troon. Doe jouw telefoon aan, want die mijne is... Ik zal hem op de home-troon doen. De mijne is labber de poepie, die telefoon. Ik was al stiekem aan het lezen net. Mooi. Oké. Oké, vandaag van Mummiak. Ik krijg kriebels van al dat roest en oxidatie. Ik wil voorstellen om het blok netjes te stralen met glasparel uiteraard. Zo ziet alles er netjes uit. Jullie mogen het dan uiteraard ook zelf proberen. Mocht je dat leuk vinden, zonder reclame uiteraard, ben al blij als ik kan helpen. Hey, dat is toch goed? Ja, dat klinkt zeker goed. Dat is echt wel een super aanbod en dat mag ook best wel met reclame hoor. Want als iemand dat voor ons wil doen, dat stralen, dat vind ik, dan willen we graag filmen hoe dat gaat. Alleen, ik ben natuurlijk wel een beetje huiveriger voor, want dadelijk, we zijn hem nou in elkaar aan het zetten. En het laatste wat we willen is dat er straalgereed in komt. Maar volgens mij kun je alles wel netjes dicht plakken en zo. En dat zou dat wel kunnen, denk ik. Ik denk dat hij dat beter weet dan wij. Daarom! Dus ik denk dat we het daar eens even over moeten hebben. We hebben daar in ieder geval ook een frame en tenminste een bok. Dus we kunnen straks heel de motor in elkaar zetten. En dan kunnen we hem in één keer, kunnen we hem in één keer meenemen eigenlijk. Hè? Dus dat. Oké, volgende. Oké, dit weet ik niet of dit de beste is. Maar per ook 62. Dus dat is wel veel. Hè? Ja. Hey jongens, als piloot kijk ik met veel respect naar jullie video's. Ontzettend knap. Is het een idee eens iets met een straalmotor te gaan doen? Ik vermoed dat veel kijkers dat best interessant zullen vinden. Ja. Dat wil ik ook. Dat is zeker vet. En ik zal alvast verklappen dat ik al best vaak heb gezocht naar een straalmotor. Ik heb al een aantal, want je moet goed opletten. Er zijn natuurlijk verschillende turbinemotoren. Je hebt echt gewoon een straalmotor, net als de aandrijving van een vliegtuig. Maar je hebt er ook met een PTO, die hebben echt gewoon een uitgaande as. Dus die worden vaak voor een helikopter gebruikt of voor generatoren bijvoorbeeld ook. Ja. Dus het is best het een en ander... Maar ik vind dan wel eigenlijk dat we wel ook echt een vliegtuig moeten doen. Of een helikopter. Ja, of een onderzeeër. Oké, ik wil wel een helikopter. Wil je ook een helikopter, Dirk? Ik wil ook een helikopter. Ik wil gaan twee. We een helikopter... Hierna gaan we een helikopter kopen, goed? Ja, oké, is goed. Oké, volgende. Op 3253 valt er iets tussen de zuigerbus en de cilinderbak. Lijkt zodat ze het zien. Maar volgens mij was dat een beetje vieze... Ja, van het gruis dat hier ligt. Heel die waterkanalen die zitten toch al vol met die rotzooi.
Ja, we moeten het motorblok gewoon straks uitspoelen als we daarmee klaar zijn. Ja, we moeten natuurlijk wel voorkomen dat de garage echt tussen de afdichtingen komt te zitten, want dat is natuurlijk niet goed. Ja, maar volgens mij was het een beetje wat hier een beetje inhangt. Zo, ja. Oké, ja, bedankt voor je oplettendheid in ieder geval natuurlijk. Ik had het eigenlijk niet gezien. Nee, dus. Ik ook niet. Nee. Oké, genoeg. Laten we gauw beginnen. Wat gaan we dan vandaag eigenlijk doen? We gaan vandaag die bus er nog inpersen. Ja, en ik zou voorstellen, we gaan die zuigers die er staan, we gaan zorgen dat we één kant compleet hebben. Zeg maar schoon en met zuiger veren. En dan gaan we kijken dat we één cilinderbank kunnen monteren. Hé, we kunnen alle zuigers ook al monteren. Gewoon allemaal. Allemaal, ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, we kunnen het denk ik beter gewoon één kant doen, want dan kunnen ze ook niet beschadigen. Ja, dat is waar. Dat is wel veiliger, toch? Oké. Hey, die pot was gisteren toch echt voller hoor. Ja, ik heb hem net weer even van mijn nachtkastje gepakt. Dat dacht ik al. Zo, dit ook een beetje invetten. Oké. Plop hem er maar in, hoor. Hier, mag hem weer terugzetten. Oh ja, mooi. Pas op, ga er maar niet op zitten. Wat dan? Ja, dat is potje kapot. Oh nee, toch zeker. Jay? Hey, het is vrijdag zeker vandaag. Man. Ja, we moeten vandaag ook nog post openmaken. Ja, dat doen we ook vandaag. Maar dat komt pas morgen erop. Oh, om het spannend te houden. Ja, en dan hebben we morgen de post openmaakvlog. Nou is het belangrijk dat je hem hier even goed centreert aan deze kant. Heb ik al gedaan. Hij zit er al in, denk ik. Ja? Hij schoof erin. Ja, daar moet je hem echt goed optillen. Dat hij zeg maar niet met die afdichting, met die blokring op de randje gaat. Want dan gaat hij kantelen. Ik weet het, maar ik heb het gedaan. En het is goed, denk je? Ja, ik denk het wel. Oké. Denk je dan niet? Erin schijnen met een lampje langs die kant. Oké. Het is ook zo. Ik ga de camera wegleggen en dan ga ik even mee helpen. Oh ja, daar zijn je mensen. Ja, je moet niet zoveel praten en meer werken. Maar weet je wat de grap is? De werkdag duurt zeg maar wel 8 uur. Zeker wel. Een beetje extra vaak. En de vlog duurt nog geen uur. Dus, dus we bewaren alle kletstijd voor als de camera aanstaat. Hij zit verkeerd, hè? Hij is een beetje getordeerd. Ja, dat zei ik toch? Klets nou niet zo. Je zei helemaal niks. Je zeikt alleen maar. Ik heb het op camera staan. Ik kom mee helpen. Of zal ik even laten zien wat er nou gebeurt? Nee. Hier zeg maar, daar komen die afdichtingen. En hier zit een rand. Zit een mooi schuin kantje aan wel. Maar als daar die voorste ring, deze, dat is echt een vierkant snoer. Als die tegenaan komt, dan heeft hij de neiging om te kantelen. Dus het is belangrijk dat die bus kijkt, zie je dat? Daar zit hij. Die dus. Ja, die moeten mooi allemaal recht tegen elkaar aanleggen. Maar ja gast, ik weet het al. Deze ligt verkeerd, hoor. Nee jongen, die lag niet verkeerd. Wel, hij ligt wel verkeerd. Nee, hij lag met een rafel, ligt hij naar buiten, zeg maar. Zoals ze ook zaten. Zo moet hij. Duurt lang, hè? Ja, man. Weet je wat het is? Meer water dan vis. Dat wou ik net zeggen. Heb je nog een goed verhaal? Ik ben een ASMR video aan het maken van iemand die ringen rond een cilinder doet. Oh, hier. Ja, we gaan een ASMR video maken. Oké, doe een beetje vaseline aan de ringen. En dan schuiven we dadelijk. Gast, ben jij homo geworden of zo? Nee, maar serieus. Nee, mijn vriendin die kijkt als van die ASMR-video's. En dan gaat iemand eten en fluisteren. Echt? Ja, serieus. En daar verdienen ze dan hun geld mee. Die worden beter bekeken dan onze video's, zal ik maar zeggen. Die halen gewoon miljoenen views met gewoon video's waar ze zitten te eten en te fluisteren. Ik denk, ik wil dat ook proberen. Ik denk, we maken gewoon een ASMR-werkplaatsvideo. En dan ga ik fluisteren. En dan is het keihard. Nee, maar je moet wel het geluid van dit horen, hè? Oh ja. Ja, oké. Man, het is weer vrijdag hoor. Deze zit wel goed vast. En geoxideerd en troep.
Anders laten we die staan. Ja, ik wil zeggen, doen eerst even één. Deze is mooi. Deze is ook mooi. Kijk, die zijn gewoon goed. Dat is echt een kwestie van even afspoelen. Oké. Okay. Ai, deze is helemaal aangevreten. Kijk hier, daar is onze zuigerpen is een beetje ingeroest. Dat is jammer, daar moeten we ook een andere in zetten, want dit gaat wel vreten in het lager straks en dat, ja, dat zou zonde zijn. De meeste zijn wel goed, zoals je ziet, deze zijn wel oké. Je ziet hier wel een aftekening in, zie je dat? Maar dit kunnen we wel wegpoetsen, dit is oké. Dat poetst hij zelf wel weg. Ja, dit ook. Dit is gewoon glad. Maar hier zit echt een, daar zit echt een putje. Dat is niet goed. Spannend, hè? Wat is het daar schoon? En opgeruimd, hè. Je hebt ondertussen, terwijl ik daar bezig was met die zuigers, heb jij hier gewoon nog heel de plek vrijgeruimd, zodat we hier met een heftruck bij kunnen. Ja, want daar, zeg maar, daar staat nog een dingetje in de weg. Langs daar kunnen we er niet bij, maar als het goed is kan de heftruck ook door deze deur binnenkomen. En dan gaan we hem op zijn kant zetten. Kan die dat? Ja, want daar is nodig voor het monteren van de cilinderbanken. Hebben wij uit betrouwbare bron vernomen, hè? Zo is het. Dus dat. Wie heeft dat ons verteld eigenlijk? Ja, ik zat heel even te denken, ik was even zijn naam kwijt, die de uitlaat meegebracht heeft. En waar we ook de ringen van hebben gehad. Oh ja, hoe heet die ook alweer? Ja, man! Nou, ja, ik ben echt een hel met namen, dat is echt verschrikkelijk altijd. Dat is wel te zien, ja. Ja, en het is ook de temperatuur, man. Oké, laat het ding eventjes omtillen. Ik weet het dadelijk. Ik denk nog even na en dadelijk vertel ik het. Het duurt wel lang. Ja, maakt niet uit. Ja, Bart Eggehuizen. Dat was het. Bart. Ja, Bart. Ja, Bart. Bart wist ons dat vertellen. Die heeft zijn motor inderdaad ook al een keer helemaal uit elkaar gehad. En die zei, als je die cilinderbank opzet, dan gaan die zuigers, die gaan allemaal kantelen. En die gaan allemaal, ja, die willen niet in die cilinderbussen. Maar als je dan op zijn kant zet, heel die motor, dan kun je gewoon al die zuigers mooi recht zetten. En dan kun je gewoon dingen opschuiven. Dus dat. Dus daarom hebben we hier nou een extra stuk aan het frame gelast. En daarom ga ik nou de heftruck halen. Zo. Flats. Ons hoonoliebusje wordt nou een motoroliebusje. Je hebt de kijkers geleerd. Nou Dirk, jij hebt de kijkers geleerd. Dat je zeg maar op tijd moet houden met schenken. Scheef moet houden. Oh ja, dat klopt. Maar dit was, ik wilde niet zo hard gieten. Nee, ik wilde net zeggen, we hebben de kijkers geleerd dat je dit busje nooit te vol moet gieten. Hè, Dirk? Ik stop met filmen hoor. Mooi. Kijk eens of hij het doet. Tuurlijk doet hij het. Laten we dat doen als we meteen olie op de plek kunnen spuiten waar we het willen hebben. Heb jij nou geknoeid? Nee. Hij was nog vettig van de geknoei van jou natuurlijk. Hè? Vet verhaal man. Vet man. Hé, hey, dit wordt een lange video zo. Ja, ze maar filmen wel. Maar hey, ik denk, jij gaat er even een beetje op spuiten. Ja, ik doe dit ding, ik maak dit ding gewoon eerst even schoon. Gelukkig, deze. Nee, die vind ik maar vies. Pak maar even schoon, hè.
Deze? Nee, het is nog vuiler. Deze. Oké, pak. Heb jij ze niet genummerd dan? Ja, dat zit daar. Kun je het toch zien? Dat is 2. Ja, kijk. Mijn zoontje die heeft zeg maar zo'n doosje. En daar, zitten zeg maar zo'n sterretje en een vierkantje en een driehoekje. En dan moet je dan door die gatjes heen douwen. Kijk, en ik kan me voorstellen dat je die wil nummeren omdat je daar andersom niet past. Maar voor dit, scheid aan die nummers. We douwen ze gewoon erin waar ze passen. Goed verhaal, lekker kort ook. Ha! Maar wat we wel even gaan doen is hier even een beetje olie in. Gaan we van boven, ik denk dat we best van beneden naar boven kunnen gaan. Dat dacht ik ook. Dit is volgens mij nog hoonolie wat eruit komt. Oh nee, dit is zo'n, dit voelt goed toch? Oké. Okay. Als we het andersom doen, kunnen we er langs boven erin kijken trouwens. Ga jij mij nou ook al vertellen dat je niet meer weet hoe dat je die zuigers gedemonteerd hebt? Ja, het zijn symmetrische zuigers, dus maakt niet uit. Maar ik ben meer van zin om een handige werkwijze te hanteren hier, zeg maar. Ik zou hem andersom doen, dat is makkelijker. Want dan kunnen we inderdaad bovenop kijken. Ja, dan kunnen we een beetje mikken. Even kijken. Dat is hem. Hoeveel speling heeft hij zo? Oh, hij heeft best wel veel. Oh joh, we moeten ze eerst gewoon een stukje erin draaien, Dirk. We moeten eerst die pin gewoon een beetje eruit laten steken. Ja, dat is veel makkelijker. Maar dan blijf je wel tijd schroeven, want dan moet je dit heel ding eraf halen voordat we verder kunnen. Ik denk dat het wel lukt. Je kunt zo de draad en quiz er doorheen steken, hè? Dan zit hij al half gecentreerd. Ja, vooruit. Zullen we dat allemaal doen? En dan kunnen we een beetje er doorheen draaien. Ja. Oh ja, maar dat kan, ja, dan maakt het niks uit u hem erop zet. We kunnen hem eerst een stukje draaien, dan kunnen we hem centreren. En dan kunnen we hem doorpersen en dan zitten we altijd goed. We kunnen het ook met twee doen. Ja, dat gaan we zo doen. Oké, laten we het doen. Deze persing moeten we erbij hebben. Onze zelfgefabriekte perstool. Ik denk dat mensen niet eens meer weten dat we die ooit nog gemaakt hebben. Ik wist het zelf al niet eens meer bijna. Maar kijk. Die kan er zo op. En dan zo. Dan gaan we daarmee die bus er terug in frutsen. Kijk, zo. Ik denk dat we allemaal een grotere ring bij nodig nog. Hier. Nee, ik denk dat we wat anders nodig hebben. Ja, dat past niet. Nee, dat denk ik. Dus zo. Maar zo wel. Daar gaat hij. Daar gaat hij, ja. Wacht, ik kan deze. Oh, partij. Dat is toch wel een chic toeltje, hè? Hoppatee. Dat is nummer 1. Deze. Oh, een beetje. Ja, dan staan we gewoon zonder handschoenen te werken, denk ik. Erg eigenlijk. Nee. Dat moet hierbij. Meestal is erop leren draaien. Leren, wou je zeggen. Ja. Tiny joepel. Wel nee. Oké, hou maar even. Hou hem maar even. Oké. Kijk het zo? Kun jij die bovenste beter halen? Nou, ik kan deze omhoog houden misschien wel zo. Ja? Hij zat klem hoor. Nee hoor, hij zat goed.
Ja, een beetje zo. Zo. Ze zitten er allemaal op aan deze kant. Netjes, man. Ben je er blij mee? Ik wel. Soepeltjes bewegen. Dat is belangrijk, hè. Kijken bij elk onderdeel waar je monteert. Even kijken dat het inderdaad zo beweegt zoals het zou moeten. Lullig om erachter te komen als alles in elkaar staat, zeg maar, dat het toch niet helemaal goed was. Ja, dat is mooi. Ja, en dat was nou ook het hele idee achter het motorblok zo neerzetten om de cilinderbank te monteren. Kijk, als die zeg maar gewoon staat, dan liggen al die zuigers allemaal zo opzij. En als je die cilinderbank hier dan op gaat schuiven, dan moet je ze allemaal met de hand zeg maar net omhoog houden. Maar nu kunnen we ze zo op mooi recht zetten allemaal. En nog een voordeel is, als je die bank er nou ophangt, dan blijft hij zo hangen. Ja. En als hij rechtop staat, dan wil die bank heel de tijd naar beneden vallen. Dat is zo, dan moet je hem heel de tijd tegenhouden. En nu kunnen we gewoon op die draadeinde hangen en dan gewoon voorzichtig zo met beleid erop schuiven. Dus dan kunnen we niet de boel forceren doordat hij te zwaar is, dat je hem niet kunt houden. Dat is mooi, hè? Kijk al die zuigertweertjes, jongen. Oh, hier. Alles weer netjes los en gangbaar, hè? Kijk, en hier zijn dan die andere zuigerveren voor. Of die ringetjes van Bart. Ja, inderdaad. Die speciale ringen die we hebben. Want deze zuiger, kijk, hieronder zit ook nog een zuigerveer. En je ziet, als die motor dus zo gedraaid staat, dan kan hij hier nooit meer bij. Dan kunt u wel iets verder draaien, denk ik, dat deze wel iets naar boven komen. Maar dan gaat er al meteen een andere weer naar beneden, natuurlijk. Je kunt net zo ver tot deze daar is. Ja. Ja, deze is dan wel iets omhoog gegaan. Hey, je moet eens even kijken hoe laat het is, joh. Want we moeten ook nog een video gaan editen, hè. Kijk eens. Wat denk je? 4 uur? Half 4, man. Half 4? Ja. Oh, serieus? Je kunt het hele ding nog wel even opschrijven. Dat kunnen we wel proberen, hè. Nou, oké, okay, geen tijd te verliezen dan. Maar dan moeten we wel eerst die dopjes allemaal erin zetten. Die moeten we schoonmaken. Kijk deze. Zie je? Die moeten allemaal hierin komen. Zodat de pen er niet uit kan lopen. Tens, hier zitten geen clipjes in die de zuigerpen op de plek houden. Er zitten gewoon van die glijdoppen, zeg maar. Die houden hem op zijn plek. Oké, zal ik die glijdop schoonmaken? Die even zuigers poetsen hier. En dan olie erop. En dan schuiven we hem er tegen. Kijk. Dit zijn toch wel fancy dingetjes. Kijk eens aan. Met die onderste zuigerveer, die kunnen we dadelijk natuurlijk niet meer bij. Dus hebben we dit gevalletje. Misschien is het makkelijk als je dat wel met tweeën doet. Ik denk het wel. Ik denk dat we even met tweeën moeten doen. Dat is mooi, hè? Kijk, daaronder zit dus nog een zuigerveer, net als deze. Maar dadelijk, als we hem verder gaan draaien, de motor, gaan deze, die verdwijnen dadelijk in het blok, net als deze. En ja, deze veren die gaan we dadelijk allemaal indrukken als we die cilinderbank op zijn plek schuiven. Maar ja, die, daar kunnen we niet meer bij, dus daar zitten nou deze ringetjes omheen. Die houden nou de zuigerveren bij elkaar en dadelijk schuiven we hem erop. En dan schuiven we op een gegeven moment dat ringetje naar achteren en dan kunnen we hem langs hier dadelijk van de drijfstang eraf haken. Zit hij op zijn plek? Hé, Bart heeft dit bedacht, hè. Het is wel super dat wij die dingetjes mogen lenen van hem. En slim bedacht ook wel. Inderdaad, dat is echt geniaal zoiets. Dat soort oplossingen, daar hou ik van. Mooi, man. Ik moet nog een beetje dieper kloppen. Zo. Nou, dan val je zut er vanaf. Met ons. Die valt nu eerst recht overheen. Ja, ik zet hem even op mijn tenen. Zo. Ja. Het is een zware unit. Oké, okay, dan moeten we met twee. Kan die draad aan je stillen. Twee. Zak. Ja, goeie. Ja, die gaat. Ja, dus die zit. Bij jou ook zo te zien. Oké, okay, nou moeten we zuigerveren erin gaan fietsen dadelijk. Nou, hij moet nog iets verder. Zo. Dat is er één. Heb je een zuigerveren?
Deze gaat er wel in. Ja. Ja, de eerste gaat erin. Dan maar al twee. Ja, dan kunnen we door. Ja. Oh, dan zijn we hier bij de eerste zuiver alweer aangekomen, zie ik. Die zit. Die moet er door eens verder bij jou, denk ik niet. Nee, verder? Ja. Zit zit hij bij mij, zit hij aan die kant nog niet. Nee. Nee, ik kan wel zeggen. Nou wel, hebben ze. Zo. Zo. Ja. Was hem daar? Ja. Kijk, goeie. Ja. Oh ja. Even kijken of onze klipjes langs de onderkant. Hé, hey, kijk eens. Haha, goed man. Hij staat erop, hè. Wat verdikke. Het was even een gevecht. Maar dit is helemaal tip-top, hè. Moet je kijken hoe mooi allemaal weer. Ik kan niet wachten tot die loopt. Ja, en totdat die kan rijden natuurlijk, hè. Dat wordt helemaal vet. Hebben we dadelijk gewoon een rij in de tank. Dat is de pruut. Nou, hebben al veel mensen aan ons gevraagd van, wat gaan jullie nou met die tank doen als die dadelijk klaar is? Ja, en daar hadden we nog niet helemaal echt een concreet idee voor. Want wij zijn natuurlijk gewoon vooral bezig om het ding te bouwen en daarvan video's te maken voor jullie. Maar, nou zijn we onlangs gaan kijken bij een tank die, ja, waar het een en ander mee was, die toen op het strand stond. Die hebben jullie vast wel gezien. Er was een vlog eerder deze week, ik weet niet meer precies. Maandag. Maandag was dat, ja, zeker. En nou waren wij met idee aan het spelen. Wat als wij die tank nou eens bij zouden kopen en een soort van, ja, jullie de gelegenheid geven om tank bij ons te komen rijden. Want we hebben er dan dus twee. Dus ja, dan kunnen we inderdaad wel wat mensen ontvangen om dan met het ding te rijden. Dat is natuurlijk hartstikke vet. Dus daar zaten we een beetje met het idee te spelen. Misschien is het wel iets om een soort van crowdfund of zo te organiseren. Daar zeg maar kijkers ons geld kunnen doneren dan. En dat geld, dat is dan dadelijk zeg maar om tank te rijden. Dus het is niet een donatie, maar je betaalt er vast vooraf zeg maar. Om straks met die dingen te kunnen rijden. Dus eigenlijk een kleine peiling. We hebben nog geen concreet plan of zo. Dus dat moet sowieso allemaal nog blijken. Maar hebben jullie daar nou zin in? Dan zet het even dan onder in de comments. Want dan hebben wij een beetje een idee of dat zo'n plan überhaupt kan werken. Dus dat. En nu gaan we de video monteren. Want het is ondertussen alweer 4:30. Bijna weekend. Dus mensen, ik zou zeggen alvast een prettig weekend. En bedankt voor het kijken naar deze video.